men Kristus denkt. Das war ich schon. Auf diese Manier soll aber Jehova neu vergeben, ein Verhögen wird er. Arrête de faire l'idiot, bon sang. Dankjewel, Wolfgang. Goeie voorbereiding en die mooie aandelen en die goede raad aan Jehova niet te vergeten. Was trouwens de belangrijke les ook in het bijbelleesgedeelte. Een beetje de rode draad ook. Hè. Dat we dat laten zien in onze keuzes die we maken. Goed zo. Les 7 was het waar je zo aan werken. Een puntje, hè, nauwkeurig en overtuigend. Dat heeft te maken met de bron die wij gebruiken om ons aandeel op voor te bereiden. Hè, of te brengen. In dit geval had je dan dus het stuk uit Deuteronomium gebruikt. We weten dat, we kennen de Israëlieten en we weten dat ze het moeilijk hadden. Ja, zo lang er rondgezworven. En dat ze wakker gemaakt moest worden. En er nog eens op gewezen worden, hè, dat ze Jehova niet mochten vergeten. Hè. Dus je bron was heel betrouwbaar. En ik kan level 36. Heel veel rechtstreeks 37, dat ook al. Dat is altijd mooi. Dat is nauwkeurig, dat is overtuigend. Dat kan Dankjewel, toch niet. Dankjewel, Wolfgang, voor om dit puntje te werken. Hopsakee, en ook de mooie stof zo mooi te verwerken in je aandeel. Zo. 14. Dan willen we nu overstappen naar het derde gedeelte, het laatste gedeelte, leven als christenen. Maar als overgang willen we een passend loflied zingen en dat is lied nummer 35. Beetje. De vraag is, wat is echt belangrijk? Je bent de 1 vers 10. Zou je zingen, hè? Jongen, ik krijg dat. Dat heeft gewoon gegaan. Stop. Anders kan ik geen messies meer doen. Stop nu. Het lijkt erop. Je kan het je toch niet leuk vinden als je zo blijkt, zou je kijken.